Je begint met een losse ketting van 121 lossen en dan doe ik nog 1 extra losse bij. Dan ga je naar de tweede losse vanaf je haaknaald en daar begin je met een rij met vaste. Dus in iedere losse 1 vaste. En dan heb je er zo meteen weer 121. Het aantal steken wat je opzet voor jouw deken moet een oneven aantal zijn. Want dat is met deze steek. Je moet een oneven aantal hebben. Zo. In iedere losse gewoon 1 vaste. En dan heb je er weer 121. Ik heb 121 vaste en nou doe ik 3 losse 1. 2 en 3. En dan draai ik mijn werk. Dan ga je naar de tweede losse vanaf je haaknaald. En daar haal je een lus op. Dan ga je naar de derde losse vanaf je haaknaald. En daar haal je ook een lus op. Dan heb je al 2 lussen opgehaald. Maar je moet 5 lussen ophalen. Dan ga je naar de eerste vaste hier rechtonder. Daar haal je een lus op. Dan heb je 3 lussen opgehaald. En in de volgende 2 steken haal je ook een lus op. Dus 1 en 2. Dan heb je 6 lussen op je haaknaald. Dan sla je om en dan ga je door alle 6. En 1 losse. Die ene losse, daarmee krijg je het oogje van de ster. Dus die moet je niet te strak haken, want dan gaan we nou in verder. Want daar moet je ook een lus op halen. Dus je steekt in het oogje van de ster. Daar haal je een lus op. Dan heb je hier het lusje van de ster. Je ziet hier allemaal lusjes. En dit lusje, die moet je hebben. Die hier uit deze vaste komt. Daar haal je een lus op. Dan haal je een lus op in die steek waar dat lusje uitkomt. Daar haal je een lus op. Dan heb je al 3 lussen opgehaald. En dan moeten nog 2 lussen bij. Dus de volgende 1 en de volgende vaste 1. Dan heb je weer 6 lussen op je haaknaald. Omslaan en door alle 6. En weer 1 losse. Dan heb je hier weer het oogje van de ster. Daar haal je weer een lus op. Dan heb je hier het lusje van de ster. Daar haal je een lus op. Dan die steek waar dat lusje in zit. Daar haal je een lus op. En dan 2. Dus in de volgende vaste haal je een lus op. En in die vaste daarna, daar haal je een lus op. 6 lussen op je haaknaald. Omslaan en door alle 6. En 1 losse. In het oogje van de ster haal je lus op. In die lus van de ster haal je een lus op. Dan de steek waar die lus in zit. Haal je een lus op. En dan de volgende 2 vaste. Daar haal je een lus op. Dus 1 en 2. Heb je weer 6 lussen op je haaknaald. Omslaan en door alle 6. En 1 losse. In het oogje van de ster, daar haal je een lus op.
in de lus van de ster, daar haal je de lus op. In de vaste, waar die lus in zit, daar haal je de lus op. En de volgende twee vaste, daar haal je de lus op. Dus 1. En de volgende is 2. 6 lussen op je haaknaald. Omslaan. En er alle 6. En 1 lossen. In de oog van de ster haal je een lus op. In het lusje van de ster, daar haal je een lus op. Waar dat lusje in zit, die vaste, daar haal je een lus op. En de volgende twee vaste, daar haal je ook een lus op. Dus 1 en 2. En omslaan. En door alle 6. En 1 lossen. Dus in het oogje van de ster haal je een lus op. In het lusje van de ster, daar haal je een lus op. In de vaste waar dat lusje in zit, haal je een lus op. En de volgende twee vaste, daar haal je ook een lus op. Dus 1 en 2. En dan omslaan. En er alle 6 en 1 lossen. In het oogje van de ster haal je een lus op. In de lus van de ster haal je een lus op. In de vaste waar die lus uitkomt haal je een lus op. En de volgende twee vaste daar. Haal je een lus op. Dus 1. En de volgende is 2. En dan omslaan. En door alle 6. En 1 lossen. En zo krijg je dus allemaal sterren. In het oogje van de ster haal je je lus op. Dan in de lus van de ster haal je je lus op. Haal je een lus op in die vaste waar die lus in zit. En de volgende twee vaste haal je een lus op. Dus 1 en 2. 6 lussen op je haaknaald. Omslaan en door alle 6 en 1 lossen. In het oogje van de ster haal je een lus op. In de lus van de ster haal je een lus op. Waar die lus uitkomt, die vaste, haal je een lus op. En de volgende twee vaste. 1 en 2. 6 lussen op je haaknaald. Omslaan en door alle 6 en 1 lossen. En zo ga je door tot het einde van je ketting. Ik ben bijna op het einde van mijn rij en ik moet nog 1 ster doen. Dus in het oogje van de ster haal je een lus op. In de lus van de ster haal je een lus op. In de vaste waar die lus in zit, daar haal je een lus op. En dan in de volgende twee vaste, daar haal je allebei een lus op. Dus 1 en 2. Weer 6 lussen op de haaknaald, omslaan en door alle 6 en 1 lossen. En nu ben je op het einde en dan doe je een half stokje in diezelfde vaste. Dus omslaan, lus ophalen. Dan heb je 3 lussen op de haaknaald, omslaan en door alle 3. Dat is een half stokje. Nu doe ik 2 lossen. 1. En 2. En ik draai mijn werk. Nu ga je naar dat oogje van die ster hier. En daar
doe je 2 halve stokjes in. Dus in het oogje van de ster 2 halve stokjes. 1 en 2. Ga je naar de volgende ster. Hier in dat oogje haak je weer 2 halve stokjes. 1 en 2. De volgende ster in het oogje 2 halve stokjes. 1 en 2. Volgende oogje van de ster 2 halve stokjes. 1 en 2. Volgende ster in het oogje 2 halve stokjes. 1 en 2. Volgende ster in het oogje 2 halve stokjes. 1 en 2. En zo ga je door. In alle oogjes van de sterren komen 2 halve stokjes. Ik ben op het einde. Mijn laatste ster heeft 2 halve stokjes gekregen. En nou ben je op het laatst. En dan heb je hier die 3 lossen die je in het begin hebt gedaan. En in de bovenste, dus de 3e losse, daarin maak je nog een half stokje. Dus in de bovenste een half stokje. Dan doe je weer 3 lossen. 1, 2 en 3. En ik draai mijn werk. En nou gaan we de sterrensteek weer doen. Dus je gaat naar de 2e losse vanaf je haaknaald. Daar haal je een lus op. De 3e losse vanaf je haaknaald, daar haal je een lus op. Dan ga je naar de vaste hieronder, daar haal je een lus op. En de volgende 2 halve stokjes, ik zei net vaste, maar ik bedoel halve stokjes. De volgende 2 halve stokjes, daar haal je ook een lus op. Dus 1 en 2. 6 lussen op je haaknaald. Omslaan en rollen 6 en 1 lossen. Dan heb je weer je eerste ster. Heb je hier weer het oogje van de ster. Daar haal je een lus op. In de lus van de ster haal je een lus op. In de steek waar die lus uitkomt. Daar haal je een lus op. En de volgende 2 halve stokjes, daar haal je ook een lus op. Dus 1 en 2. 6 lussen op je haaknaald. Omslaan en rollen 6 en 1 lossen. In het oogje van de ster haal je een lus op. In de lus van de ster haal je een lus op. Haal je een lus op. In de steek waar die lus in zit. En de volgende 2 halve stokjes haal je een lus op. 1 en 2. 6 lussen op je haaknaald. Omslaan en rollen 6 en 1 lossen. In de lus van de ster haal je een lus op. In de lus van de ster haal je een lus op. In de steek waar de lus in zit, haal je een lus op. En de volgende 2 halve stokjes haal je een lus op. Dus 1 en de volgende 2. 6 lussen op je haaknaald. Omslaan en rollen 6. En 1 lossen. In het oogje van de ster
haal je een lus op in de lus van de ster. Haal je een lus op in de steek waar die lus in zit. Haal je een lus op. En de volgende twee halve stokjes haal je een lus op. Dus 1 en de volgende is 2. 6 lussen op je haaknaald. Omslaan en er alle 6 en 1 lossen. In het oogje van de ster haal je een lus op. In de lus van de ster haal je een lus op. De steek waar die lus in zit, haal je een lus op. En de volgende twee halve stokjes haal je een lus op. 1 en de volgende 2. 6 lussen op je haaknaald. Omslaan en er alle 6 en 1 lossen. En zo ga je weer door tot het einde. Ik ben bijna op het einde. Ik moet mijn laatste ster nog doen. Dus in het oogje van de ster, in de lus van de ster, in de steek waar die lus in zit, haal je een lus op. En dan de volgende twee, dus dat is dit halve stokje, een lus ophalen. En dan heb je hier die drie lossen en daar haal je ook een lus op. Dus in die derde lossen haal je ook een lus op. Dan heb je weer 6 lussen op je haaknaald, omslaan en er alle 6 en 1 lossen. En dan doe je nog een half stokje in die derde lossen erbij. Dan heb je zo weer een rij met sterren af. Dan doe ik weer 2 lossen, 1 en 2. En dan gaan we weer halve stokjes maken in die oogjes van de sterren. Dus hier heb je een oogje en dan maak je 2 halve stokjes in. 1 dus en 2. Het volgende oogje, 2 halve stokjes. 1 dus en 2. Ik zei net bij de vorige toer dat 3 lossen waren, maar het zijn er dus 2. Dus je doet de halve stokje in de tweede lossen van de vorige toer. Het volgende oogje, 2 halve stokjes. 1 en 2. Volgende oogje, 2 halve stokjes. 1. En 2. Volgende oogje, 2 halve stokjes. 1. En 2. De volgende, 2 halve stokjes. En zo ga je weer door tot het einde. Dus weer in ieder oogje, 2 halve stokjes. Ik ben weer bij mijn laatste ster en die krijgt ook weer 2 halve stokjes. 1 en 2. En het laatste halve stokje doe je weer in die bovenste lossen. Dan doe je weer 3 lossen. 1, 2 en 3. En dan draai je je werk weer en dan ga je de sterrensteek weer doen. Ik doe hem nog één keer voor en dan kun je deze rijen blijven herhalen totdat jij vindt dat jouw deken lang genoeg is. En daarna gaan we er nog een rand omheen maken. Dus je hebt 3 lossen gedaan. In de tweede losse vanaf je haaknaald haal je een lus op. In de derde losse vanaf je haaknaald haal je een lus op. Dan ga je naar het halve stokje hieronder. Daar haal je een lus op en dan de volgende 2 halve stokjes haal je ook een lus op. Dus 1 en 2. 6 lussen op je haaknaald, omslaan en door alle 6 en 1 lossen. Heb je hier weer het oogje van de ster,
daar haal je een lus op. In de lus van de ster haal je een lus op. De steek waar het lusje uitkomt, haal je een lus op. En de volgende twee stokjes haal je een lus op. Dus 1 en 2. De volgende twee halve stokjes. 6 lussen op je haaknaald. Omslaan en er alle 6 en 1 lossen. Oogje van de ster. Een lus ophalen. De lus van de ster, een lus ophalen. De steek waar de lus uitkomt, een lus ophalen. En dan de volgende twee steken, een lus ophalen. Dus 1 en 2. 6 lussen op je haaknaald, omslaan en er alle 6 en 1 lossen. En zo blijf je dus je rijen herhalen. Dus de terugrij doe je met halve stokjes en dan begin je weer aan je sterrensteek. Dus ik ga mijn dekentje ook haken en daarna gaan we nog een rand eromheen maken. Mijn dekentje is nu ongeveer 85 centimeter en ik ben geëindigd met de rij met halve stokjes. En dit is gelijk ook de rij die bij de rand hoort, dus je moet nu nog aan drie kanten halve stokjes maken, want dat wordt de rand. In de laatste steek heb je een half stokje gemaakt, dan doe je nog 1 losse en dan doe je een half stokje in diezelfde steek, want dat wordt dan de hoek. En nu ga je gewoon kijken waar dat jij halve stokjes kan maken. Dus ik zet hem bijvoorbeeld hier. En dan heb ik hier weer een steek. Daar zet ik ook een half stokje. En zo ga je even goed kijken waar dat jij de halve stokjes kan doen. Als je maar wel hetzelfde aantal halve stokjes hebt. Kijk, hierboven heb je een aantal halve stokjes. Die moet je ook hier beneden hebben. En aan de zijkanten moet je ook hetzelfde aantal halve stokjes hebben, want anders loopt je deken scheef en dat wil je niet. Dus zo ga ik de rand af met halve stokjes. En tel wel dan ook je halve stokjes, want je wilt niet hebben dat je dekentje scheef loopt. Ik ben helemaal rond en dan sluit je de ronde met een halve vaste in die ene losse opening bij de hoek. Dan doe ik 3 lossen. 1, 2, 3. Staat voor een half stokje en weer een losse. En dan doe je nog een half stokje in die opening erbij. En nu ga je weer helemaal rond met halve stokjes. Dus in het eerste half stokje een half stokje. De tweede een half stokje. En zo krijgt iedere steek weer een half stokje. Je ziet hier dat er in die oogjes iedere keer 2 halve stokjes zitten. Dus daar komen ook 2 halve stokjes in. Dus 1 en 2. 1 en 2. En zo ga je weer helemaal door. En in de hoeken, in die losse opening, doe je weer een half stokje, 1 losse en een half stokje. En dan krijgt iedere steek gewoon weer 1 half stokje. Dus ik doe 2 rondes met halve stokjes. Ik ben weer helemaal rond en dan sluit je de ronde met een halve vaste in die losse opening.
Dan heb ik mijn draad alvast afgeknipt. Haal je hem nog één keer door. En dan is de deken klaar. En dan is die zo geworden met de sterrensteek. Ik laat hem nog even in zijn geheel zien. En dan hoop ik dat jullie ook nog een leuk babydekentje kunnen maken. En zo ziet het dekentje in zijn geheel eruit. In de sterrensteek. En dan met die halve stokjesrand. Dus ik hoop dat jullie ook een leuk dekentje kunnen maken. Abonneer op mijn kanaal en graag tot de volgende video.